Vorige week was het Internationale Vrouwendag. Als meidengroep Big Sis hebben we een aantal vrouwen op een hoge positie geïnterviewd. Dit deden we om achter te komen wat er nodig is om hogerop te komen en waar vrouwen allemaal tegenaan kunnen lopen. Mijn naam is Sherifa Elkadouri. Ik ben raadslid in de gemeente Ede, fractievoorzitter van de fractie Ede Nu. En daarnaast ben ik voorzitter van Stichting La Valeur. Nou, ik ben Jackie van der Pol en ik ben fractiesecretaris en bestuurssecretaris van gemeentebelangen. En ik kom op de kieslijst. Hallo, mijn naam is Simone Ussel en ik ben de voorzitter van de Jongerenraad Ede. Mijn naam is Deanne van Drongelen, ik ben 34 jaar, ik ben raadslid in Ede en ik sta op de lijst voor de Tweede Kamerverkiezingen, nummer 10, de lijst van de ChristenUnie. Wie of wat heeft in uw jeugd invloed gehad op u als mens, waardoor u nu bereikt heeft wat u heeft bereikt? Nou ja, ik denk dat het voor iedereen geldt dat je ouders altijd invloed hebben op je jeugd, je familie, waar je vandaan komt, je omgeving. Want dat is toch je fundament. Dus door juist nieuwe dingen te proberen en te leren ben ik heel veel verschillende perspectieven tegengekomen. En daardoor heb ik me beter kunnen ontwikkelen. Nou, soms gebeuren er dingen in je leven die maken dat je patronen ontwikkelt die eigenlijk helemaal niet zo goed voor je zijn. En het doorbreken van die patronen heeft voor mij gemaakt dat ik veel meer van overleven naar leven heb kunnen gaan. Welke vrouwelijke eigenschappen vraagt het om te komen en te zijn waar u nu bent of staat? Blijf jezelf ontwikkelen. Blijf leren. Want dan pas kom je verder. Ja, wat ik altijd wel een beetje misverstand vind, is dat mensen heel vaak denken dat vrouwen elkaar eigenlijk vanzelfsprekend altijd steunen en elkaar zaken gunnen. Maar dat is niet altijd de praktijk. Wat heb je moeten doen om hogerop te komen? Ik denk, vooral in mijn geval, waren de mensen die mij hebben geholpen heel erg belangrijk. En de kennis en de ervaring die ik daarbij heb kunnen opdoen. Nou, ik heb het nodig gehad om de overgang te maken van kan ik dit naar ik kan dit. En ik heb wel eens iemand horen zeggen die zei mannen die denken als ze een uitdaging zien dat is wat voor mij, dat ga ik doen. En vrouwen reageren met ik weet niet of me dat wel gaat lukken. En dat is dus wat ik bij mezelf herken en ik denk dat er ook andere vrouwen zijn die dat herkennen. En het schijnt dus ook onderdeel te zijn van het vrouwelijk brein. De onderschatting van jezelf. Maar ik geloof ook dat we het kunnen overwinnen. Ja, en dat je dus echt kan gaan geloven in je eigen kracht. Wie of wat is voor u belangrijk geweest in het verloop van uw carrière? Uiteindelijk ben ik toch zelf de belangrijkste. Want ik moet het doen. Ik moet de keuzes maken. Ik moet de stappen zetten. Ja. En ja, ik word afgerekend op de keuzes die ik maak en de stappen die ik zet. Nou, daar is de steun van mijn omgeving heel belangrijk in geweest. En dan denk ik allereerst aan mijn man, die eigenlijk op elk moment heeft gezegd, als er dingen zijn die op jouw pad komen, dan geef ik je de ruimte om dat te doen. En een ander ding wat heel belangrijk is goede vriendschappen. Jezelf ergens helemaal jezelf kunnen zijn, ook inclusief je twijfel en onzekerheid. En wat hoopt u als vrouw met uw stem te bereiken in deze maatschappij? Ik ben zelf op mijn 23e raadslid geworden vanuit diverse idealen. Omdat ik wil bijdragen aan een rechtvaardige samenleving. En ook kansenongelijkheid wil bestrijden. En juist ook vrouwen een stem geven die vaak genegeerd worden. Samen met de partij in mijn enthousiasme, mijn inzet en mijn doorzettingsvermogen en mijn passie voor Ede. Mee mag werken, mee mag helpen aan ons goede Ede, een nog beter Ede te maken. Nou, ieder mens heeft het nodig om gezien, erkend en gehoord te worden. En ik wil daar vanaf mijn plek een bijdrage aan leveren. Welke vrouw inspireert jou? Voor mij was mijn moeder echt een powervrouw en een inspiratiebron. Want als je ergens voor staat en daar ook echt in gelooft, dan kan niemand jouw doelen en dromen van je afnemen. Ik ben eerder geïnspireerd door de mensen om mij heen. Ik heb een enorm zwak voor vrouwelijke ondernemers die een eigen zaak starten. Ja, ik moet dan denken aan Foe van Sophie's Nagelstudio aan de Molenstraat hier in Ede. Mm-hmm. Zij is een aantal jaar geleden haar eigen bedrijf gestart als zelfstandige vrouw en alleenstaande moeder. Zij werkt daar heel hard voor. Ze heeft ontzettend veel passie voor wat ze doet. En voor mij staat zij ook wel symbool voor een hele krachtige vrouw. Als meer vrouwen posities zoals die van u bemachtigen, hoe zou dat de maatschappij veranderen? Ik denk dat als er meer vrouwen politiek actief worden, dat het een positieve bijdrage zal hebben in de samenleving. Omdat je gaat krijgen dat meer vrouwen zich zullen herkennen in de politiek en zich beter kunnen identificeren. Wij hebben in de Edese Jongerenraad heel veel powervrouwen, zal ik het maar noemen. Heel veel meiden met potentie. En ik denk dat het heel belangrijk is om in elke functie ook vrouwen te hebben. Om ook het perspectief van vrouwen te krijgen. Want wellicht hebben vrouwen een andere belevingswereld. En ik denk dat juist deze verschillende perspectieven een hele toegevoegde waarde kunnen toevoegen aan onze samenleving.
Nou, ik zie voor me dat er dan meer balans komt tussen rationeel handelen en emotioneel handelen. En er dus ook meer ruimte komt voor kwetsbaarheid. En ik geloof echt dat dat meer verbinding gaat brengen tussen mensen onderling. En wat zou u jongere meiden van nu willen meegeven met de ervaring die u nu heeft? Jonge meiden zou ik vooral willen meegeven onderwijs. Een studie zorgt er echt voor dat je daarmee een goede basis kunt veroveren in de samenleving. En dat draagt natuurlijk behoorlijk bij aan je onafhankelijkheid. Ga vrijwilligerswerk opdoen. En ga ook in gesprek met mensen die ook anders in het leven staan. En ook anders naar het leven kijken dan zoals je zelf kijkt. Dat helpt je wel om een goed beeld te vormen van de samenleving, van het leven en van de wereld. Dus denk niet dat als je een diploma hebt gehaald dat je de wijsheid in pacht hebt. Blijf altijd doorleren. Stap de wereld in en luister. Luister wat mensen te zeggen hebben. Kijk naar wat er gebeurt om je heen en neem dat mee. En vooral blijf doorzetten en volg je gevoel. Nou, dat zijn eigenlijk drie dingen. Het eerste is durf risico's te nemen. Dat is echt de moeite waard. En het tweede is geloof in je eigen kracht. Dus stop met doen wat anderen van je verwachten. En het derde wat ik mee zou willen geven is, wees mild voor jezelf. Het is helemaal niet erg om de lat hoog te leggen, maar het is ook helemaal niet erg om daar soms fouten in te maken. Mooi, inspirerend. Ja. Maar als er één ding is wat ik tot nu toe heb geleerd, is het wel dat je absoluut niet bang moet zijn om fouten te maken. Natuurlijk weet ik dat je soms meer obstakels hebt dan je had verwacht. En vooral als je jong bent, dat het lijkt alsof je je doelen nooit gaat bereiken. Maar je moet het zo zien. Juist die momenten zullen voor later de sterkste leerpunten zijn. En je moet ook absoluut niet bang zijn om een andere koers naar je doel te nemen. Want juist door een andere weg te nemen, word je perspectief verbreed. Leer je nieuwe mensen kennen. Doe je nieuwe vaardigheden op. Dus eigenlijk brengt het je alleen maar veel meer bij door een langere weg te nemen. Dus kortom, wat er ook gebeurt, geniet van de reis. Ook al is het soms wat langer.